Wat is dus de oorzaak van het geloof? Wordt het geloof door God ingestort? Hoe komen we nou tot het geloof? En sommige mensen denken dat je op grond van je eigen onderzoek tot het geloof moet komen. En nou, waarom denken ze dat? Want je kan toch God niet meten? En wat heb je dan aan onderzoek bij geloof? Nou, het is wel zo dat je vanuit de wereld, vanuit de geschapen dingen, tot de conclusie kan komen dat God bestaat. Ja, er zijn bepaalde godsbewijzen, er zijn bepaalde filosofische bewijzen. Dus niet bewijzen door middel van de empirische wetenschap, maar wel filosofische bewijzen, waardoor we zekerheid kunnen hebben dat God bestaat. Maar die godsbewijzen, die vertellen ons weinig over wie God dan is. Dat hij bijvoorbeeld een drie-eenheid is van personen. Dat hij mens geworden is in Jezus. Dat wie Jezus ziet, dat je dan de Vader ziet. Dat kunnen die filosofische godsbewijzen ons niet vertellen. En daarnaast, naast die godsbewijzen, zijn er wel bepaalde motieven van geloofwaardigheid. Waarom de Bijbel wel geloofwaardig zijn. En dat is ook iets dat je kan onderzoeken, dus dat is ook interessant. Hè, bijvoorbeeld het idee dat Jezus allerlei wonderen heeft gedaan. En ten eerste de verrijzenis. Het feit dat Jezus zo'n verheven leven had, zijn verheven leer. Bijvoorbeeld toen Gandhi ging lezen over Jezus, toen was hij enorm onder de indruk van hoe mooi die leer was. Het feit dat in de kerk allerlei heiligen zijn geweest, die hele mooie dingen hebben gedaan voor de mensheid. Zijn allemaal motieven van geloofwaardigheid, allemaal redenen waarop je zou zeggen van hey, dit is inderdaad geloofwaardig. En die geven ons ook al een bepaalde zekerheid. Die geven ons een zekerheid over dat we de kerk, Bijbel, Jezus kunnen vertrouwen. Maar het geloof is nog een stapje meer. Het geloof in volle zin is een gave van God die ons bepaalde zekerheid geeft door zijn hulp. Over die waarheden die ons zijn geopenbaard door de kerk, door de Bijbel, door Jezus. Voordat we dat bespreken wil ik ook nog één ander ding bespreken. En dat is, ja, wat bedoelen we nou als we zeggen geloof? Of wat bedoelt Thomas van Aquino als hij zegt geloof? He, want hij zegt geloof, dat gebeurt eigenlijk ook in elke dag bij normale menselijke betrekkingen. Want hij zegt, je kan dingen kennen door middel van je eigen verstand of door middel van je geloof. En dat doe je dus de hele tijd, dingen geloven. Kijk, als je dingen kent op je eigen verstand, dan is dat omdat je ze als evident ziet of zelf door middel van je redeneringvermogen ertoe bent gekomen. He, bijvoorbeeld, ik ken echt op grond van mijn eigen verstand het feit dat 3 maal 10 gewoon 30 is. Je gaat me er moeilijk van overtuigen dat dat niet het geval is. Andere dingen, die heb ik ook geleerd op school. Maar eigenlijk ken ik die niet op grond van mijn eigen verstandelijke vermogens. Ik ken ze op een andere manier. Hè, als je mij bijvoorbeeld vraagt van draait de zon om de aarde of de aarde om de zon? Nou, dan zal ik zeggen van, nou, zeker weten dat de aarde dus om de zon draait. Maar hoe weet ik dat nou? Nou, niet omdat ik dat zelf alle data heb gezien en alle natuurkundige berekeningen begrijp en echt op die grond zekerheid heb over het feit dat dat zo is. Nee, ik heb die zekerheid om een andere reden, want ik geloof in de getuigenis, in het gezag van mijn leraren, van de natuurkundigen die zich daarmee bezig hebben gehouden en die op grond van hun onderzoek met argumenten zijn gekomen waarom dat wel zo is. Ik begrijp die argumenten niet allemaal helemaal. Ik kan misschien 1 of 2 argumenten daar vergeven, maar ook dat begrijp ik niet 100%. Ik ken die berekeningen niet, maar ik geloof het wel. Dus wat gebeurt er bij geloof? Je hebt bepaalde zekerheid over dingen en over bepaalde kennis. En die zekerheid, die komt niet omdat je het inziet met je eigen verstand, maar omdat je met je wil ervoor kiest om te vertrouwen op een bepaald gezag. Hè, en je wil die
kiest voor dingen omdat het een bepaald goed in ziet. Hè. Het is bijvoorbeeld nuttig om aan te nemen van inderdaad de aarde draait om de zon en dan kan je meer dingen ook nog leren als je dat eenmaal aanneemt. Dus dat is wat er gebeurt bij geloof. En dat gebeurt dus ook als we geloven in dingen die bijvoorbeeld Jezus ons openbaart. Dan nemen we dingen aan op het gezag van God die ons dat openbaart. En dan is het gezag waar we vertrouwen nog veel groter dan het gezag van wetenschappers. Namelijk het is het gezag van de bron van de waarheid zelf. God op grond waarvan het geloof. Oké, dus nu gaan we in op zijn vraag. En zijn vraag is nou, wat is de oorzaak van het geloof? En is het nou een gave van God die bij ons wordt ingestort? Dus het gaat niet zomaar om geloof hier natuurlijk, maar inderdaad om dat geloof in de goddelijke waarheden. Door de genade van God, door de hulp van God en op het gezag van God. Dat is het geloof wat hij hier bedoelt. Dus niet het geloof dat de aarde om de zon draait. En wat bedoelt hij met ingestort? Dus de vraag is van, is het geloof iets ingestort? Nou, dat God het dus direct aan ons geeft, instort in onze ziel. En ten eerste, wat hij altijd doet, is een autoriteit aanhalen die eigenlijk hetzelfde zegt als hij. Dus hij komt ook met de autoriteit en dit keer de Bijbel. En Paulus die schrijft aan de Efeziërs, die zegt, want door de genade zijn jullie gered door het geloof, niet uit jullie zelf, zodat niemand zou opscheppen. Gods gave is het. Dus hier zegt de Bijbel, die zegt Paulus, heel duidelijk, het geloof is een gave van God. Dus het is niet onze eigen prestatie, het is een gave. Dus dat is zo. Oké, en wat heeft Thomas van Aquino daar nog zelf over te zeggen? Wat voor een verduidelijking of argumentatie kan hij daar nou voor geven? Hij zegt, voor het geloof worden twee dingen vereist. Ten eerste dat de geloofswaarheden aan de mens worden voorgehouden. En dit wordt vereist zodat de mens een of ander punt uitdrukkelijk zou geloven. Het tweede wat tot het geloof vereist wordt, is dat de gelovige de geloofswaarheden aanvaardt. Dus dit is logisch. Dus er moeten twee stappen zijn bij het geloof. Ten eerste moet je dat geloof, of die inhoud van dat geloof, moet je te horen krijgen van iemand. Of je moet het ergens lezen, maar in ieder geval, het moet tot je komen. Misschien lees je de Bijbel. Het komt tot je. Dus dat is de eerste stap. En de tweede stap is, er moet ook iets gebeuren in jouw innerlijk, waardoor je op een gegeven moment zegt van oké, ja, nu geloof ik. Dus je moet instemmen inderdaad met wat je dan bijvoorbeeld leest in de Bijbel, bijvoorbeeld dat Jezus de Zoon van God is. En dan is je geloof. Nou, wie kan dat geloof verkondigen? Ik had het net over het idee van nou, de aarde draait om de zon. Nou, wie kan ons dat vertellen? Dat kunnen allerlei wetenschappers vertellen. En in principe zouden wij, als we genoeg onderzoek doen, dat ook kunnen leren. En daar ook kennis over verwerven. En dan kunnen we dat aan andere mensen uitleggen. Dus het is gewoon iets dat open staat voor ons verstand. Daar kunnen we kennis over verwerven. Kunnen we het eventueel aan andere mensen vertellen. Dat goddelijke geloof, dat geloof als bovennatuurlijke zaak, als gave die God ons geeft, dat kan geen enkel normaal mens uit zichzelf ontdekken. Dat moet echt van God komen. Ik heb net gezegd van dat je bepaalde godsbewijzen hebt, op grond waarvan je zekerheid kan hebben over het feit dat God bestaat. Maar we kunnen niet op grond van ons eigen verstand, van ons eigen denkvermogen, kennis verwerven over wie God nou eigenlijk is. Bijvoorbeeld dat hij een drie-eenheid is. Dat moet echt God ons zelf vertellen. En dan zegt Thomas, sommigen nu ontvangen de openbaring onmiddellijk van God. Nou, bijvoorbeeld de profeten en de apostelen, die krijgen een visioen van God of die spreken met Jezus. En die krijgen dan te horen wat God ons te zeggen heeft. Maar ja, de anderen, wij gewone stervelingen, aan ons wordt het verkondigd op de een of andere manier, wordt het verteld. En wat gebeurt er verder? Nou, Thomas van Aquino had het over twee stappen. Dus ten eerste het verkondigen en ten tweede het aanvaarden van dat geloof, het instemmen met dat geloof. Hoe werkt dat? Nou, hij zegt, ja, je kan er eigenlijk twee oorzaken voor bedenken. Een uitwendige oorzaak, iets buiten jezelf. En een inwendige oorzaak, dus iets binnen jezelf. En nou, bijvoorbeeld, een voorbeeld van die
die oorzaken buiten jezelf, of tenminste, hè, die oorzaken buiten jezelf, dat zijn die motieven van geloofwaardigheid. Dus redenen die je kan aandragen, waardoor het eigenlijk betrouwbaar is, de boodschap die je wordt verteld. Dus die wonderen en dergelijke, de overtuigingskracht van mensen, bijvoorbeeld Thomas van Aquino, bijvoorbeeld video's van Bishop Robert Barron. Maar dat is niet genoeg, dat weten we ook, want we weten van, nou, sommige mensen die horen over die wonderen en die zien die video's en die geloven wel en anderen niet. Hè, dus ze krijgen van buiten hetzelfde op zich af, maar in hun innerlijk gebeurt er iets waardoor sommige mensen dus wel geloven en andere mensen niet geloven op het moment dat ze die dingen te kennen krijgen. Nou, en wat is dat dan? Wat is er dan die inwendige oorzaak? Want ook Thomas zegt, daarom moet men een andere, namelijk een inwendige oorzaak aannemen die de mensen van binnenuit ertoe beweegt om de geloofwaarheden te aanvaarden. Hoe werkt dat? Nou, het heeft ten eerste iets met de wil te maken. Dus als mensen gewoon niet willen geloven, dan zullen ze ook niet geloven. Hè? We moeten het wel willen en God laat ons ook in zekere zin vrij. Maar het hangt niet alleen van onze wil af. En waarom niet? Thomas van Aquino zegt, daar de mens door de geloofswaarheden te aanvaarden verheven wordt boven zijn natuur, wordt er daartoe een bovennatuurlijk beginsel vereist, dat hem van binnenuit beweegt. Maar wat bedoelt Thomas van Aquino daarmee? Ten eerste, wat is onze natuur? Nou, natuur is dat wat bepaalt hoe we handelen, hoe we ons gedragen. Dus van nature zijn we bijvoorbeeld op zoek naar eten, naar gezelschap, naar kennis. Dat zijn dingen die mensen van nature doet, om wie die is. Maar van nature zijn we niet in staat om kennis van God zelf te hebben over wie die is. Wel over dat die bestaat, maar niet over wie die is. Dus we moeten van hogere hand daartoe worden aangezet. En iets vergelijkbaars gebeurt eigenlijk met een papegaai. Die is in staat om bepaalde geluiden na te doen. Maar een papegaai die is niet in staat om begrijpelijk de dingen te zeggen. Die is niet in staat om te praten. Een papegaai die kan alleen maar praten als een mens hem dat leert. En die mens die begrijpt wel wat hij wil zeggen. En die leert die papegaai om bepaalde woorden na te zeggen. En omdat die papegaai door een of ander wezen dat boven zijn natuur uitstijgt, leert om te praten, is die papegaai in staat om ook begrijpelijke boodschappen te zeggen. Je kan een papegaai leren om te zeggen van, hallo Richard, hoe gaat het ermee op het moment dat je thuis komt. Dus door een of ander beginsel dat boven zijn natuur uitgaat, namelijk een mens, kan hij leren om te praten. En net zoiets gebeurt bij ons. Dus God kan ons ook verheffen om iets te doen dat eigenlijk boven onze natuur uitgaat. En daarvoor hebben we zijn hulp nodig. En anders dan bij de papegaai, kunnen we vervolgens door zijn hulp er ook wel al enigszins iets van begrijpen. Als God ons vertelt, nou, ik ben mens geworden, ik ben een drie-eenheid. Dan kunnen we al iets van begrijpen. Hoewel het in zekere zin ook boven ons verstand uitstijgt en we niet alles kunnen vatten, kunnen we er iets van begrijpen. En dus, zegt Thomas van Aquino, bij gevolg hangt het geloof met betrekking tot de aanvaarding, die de voornaamste daad is van het geloof, af van God, die ons van binnenuit beweegt door de genade. Dus we moeten het zelf willen. God laat ons vrij, maar het willen is niet genoeg. Nee, we moeten ook die hulp krijgen van God. En wat betekent dat dan? Nou ja, als we geloven, dan geloven we omdat God ons daartoe aanzet. Dus we geloven niet omdat we zelf allemaal onderzoek hebben gedaan, allemaal redenen hebben bedacht. Nee, we geloven door God. Dat onderzoek is hartstikke goed en God heeft ons ook een hoofd gegeven. En dat moeten we zeker proberen te doen en beter begrijpen waarom het ook geloofwaardig is. Maar het geloof zelf komt door God zelf die ons ertoe aanzet en die laat ons zien dat die openbaring inderdaad van God komt. En dan geloven we dus die geloofswaarheden op het gezag van God. Nou, en God die is best wel betrouwbaar, die is namelijk de waarheid zelf. Dus het geeft een absolute zekerheid. Als we dat goed beseffen, dan geeft het ons ook een hele grote rust.
En dat is ook interessant om te weten, dus wat de oorzaak is van het geloof, voor mensen die dat geloof niet hebben, maar het wel zouden willen hebben. Hè, dus het feit dat het een gave is van God. Aan de ene kant moet je het wel willen en je moet ook obstakels wegnemen van je wil. Je moet ook bijvoorbeeld het goede proberen te doen. Het is goed om ook kennis te gaan verwerven over die motieven van geloofwaardigheid. Maar tegelijkertijd is het dus een gave van God. En daarom is het ook heel belangrijk voor degene die wil geloven, om daar ook aan God voor te vragen. Dus te zeggen van God, als u bestaat, laat u het dan alsjeblieft weten, want het is een gave van God. Vond je dit nou een leuke video en wil je meer van dit soort video's zien? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal en like deze video.